Ivan Meylemans, welkom. Dag Wim. Goeiedag. Dirigent van de Noord-Limburgse Brassband. Wat is voor jou een brassband? Een brassband is voor mij de Engelse formatie van instrumenten die allemaal door Adolf Sax, de Belg, gemaakt zijn. Ze bestaan uit cornetten, na althorens, baritons, eufoniums, bassen, trombones erbij en slagwerk. En dat is eigenlijk een orkestvorm zoals we harmonies en fanfares kennen, die na de oorlog populair is geworden en de laatste jaren enorm is geëvolueerd. Mm-hmm. En het is voor mij natuurlijk bij uitstek mijn hobby. Ik ben dirigent, ik dirigeer voornamelijk symfonieorkesten, maar dit is eigenlijk mijn leven en mijn grote hobby. Fanfare, harmonie en een brassband dirigeren, dat is hetgeen wat ik het liefste doe. Ja, we zijn nu begin mei 2012 en hier in Rotterdam in congrescentrum De Doelen vindt het Europees kampioenschap brassband plaats. Alle nationale winnaars van de brassband kampioenschappen nemen het hier tegen elkaar op om de titel van Europese kampioen te veroveren. Bovenaan staat voor mij de muziek altijd. De muziek spreekt voor zich, die is echt fantastisch. Dat drijft mij ten eerste. Maar daarnaast ook de grote uitdaging om de muzikant zo ver te krijgen dat hij het beste van zichzelf geeft. Mm-hmm. En dat is, ja, daar zit eigenlijk een heel psychologische gedachte achter. Hoe krijg je iemand op dat moment op zijn beste niveau? Want een dirigent alleen, je kunt wel mooi dirigeren, maar het zijn toch de muzikanten die voor u moeten spelen of voor het publiek moeten spelen. En dat is eigenlijk de grote uitdaging. En de kick zit hem natuurlijk in dat allemaal samen te doen en samen te beleven op het goede moment. Hoe weet jij vanuit uw radar dat je op het goede spoor zit? Nou, op zich ben ik, ik ga heel veel uit van de positieve gedachten, maar met positieve energie komt er niet alleen. Het is eigenlijk topsport. Mm-hmm. Zeer nauwkeurig, zeer streng zijn voor de mensen. Streng en rechtvaardig eigenlijk. Weten waar dat de addertjes zitten, waar dat de limiet zit bij sommige mensen. Hoe ver kan ik gaan? Hoe ver mag ik gaan? Is het top, maar moet het nog beter en kan het niet? Dat zijn dingen die je allemaal moet afvragen, afwegen. En je zit constant individueel en toch in groep bezig. En ja, dat is aanvoelen, een beetje mensenkennis, denk ik. Ja. Ja. Wat brengt dat voor jou? Wat wilt je daarmee neerzetten? Ja, het is muziek spelen. Op een podium als dit in De Doelen, met pakweg 3000 mensen afgeladen vol in de zaal. Als je dan ontroering kunt brengen, dat mensen tranen in de ogen hebben, dat er stille momenten zijn dat je een speld kan horen vallen, dat er een majestueus crescendo dat levert op dat je ook als dirigent kippenvel momenten hebt. Mm-hmm. Ontroering en een soort spanning, maar ook een soort een berustend gevoel, mm-hmm, van het is allemaal goed. Mm-hmm. En voordat ik echt religieus begin te worden, mm-hmm, is dat gewoon echt, ja, kippenvel en daarvoor doe je het. En voor mij is dat even, geeft dat evenveel kippenvel dan een van de beste orkesten ter wereld dirigeren, symfonieorkesten. Ja. Wat is het gevoel momenteel? Zet je zenuwachtig of heb je zoiets van het zal wel in orde komen? Nee. Ik ben een klein beetje nerveus, maar vooral de focus. En ook goed wetende, ik hoop dat het interview uitgezonden wordt na het kampioenschap, dat je als dirigent daarin een voorbeeldfunctie hebt. Dus een voorbeeldfunctie in de focus leggen. En dat is voor, we mogen niet vergeten dat het amateurmuzikanten zijn die in het orkest zitten. En dat ook zelfs de professionele muzikanten nog niet op zo'n groot podium hebben gezeten. Dus dat is een bepaalde focus die je moet als voorbeeld stellen. En dat overweegt nu. Daarmee bezig zijn met de tempi's. Nog eens door dat stuk gaan, nog eens door dat stuk gaan. Welk deel, de overgangen, welk muzikaal moment, dat deel ik niet met de orkestleden zelf, maar voor mezelf. Waar moet ik langzamer? Welke solisten moet ik in de gaten houden? Waar laat ik het los? Waar hou ik het tegen? Welke muzici hou ik in bedwang? Etcetera, etcetera, etcetera. Ja. En kan je ook kort nog iets vertellen over de twee muziekstukken die jullie spelen? Ja. Het plichtwerk is van Alexander
Comitas. Dat is een schuilnaam voor Ed de Boer. Een Nederlandse componist die op de Waddeneilanden woont. En hij heeft een stuk geschreven, Variations and Fugue on an Original Theme. En met als ondertitel Vitae Aeternum, eeuwige leven. En hij heeft vorig jaar een zeer aangrijpend stuk voor Fanfare Orkest geschreven. Voor een Limburgs Fanfare Orkest, een euphoniumspeler die na een epilepsieaanval dramatisch ongeval overleed in de badkuip. Zie verdronken. Hij heeft daar een zeer aangrijpend stuk voor Fanfare. En het hoofdthema uit dat stuk is ook het thema geworden voor deze variaties. En een zeer muzikaal stuk geworden. Echt een stuk wat het repertoire echt aanvult. En ik ben bijzonder blij met dat stuk. Ons eigen keuzewerk is een stuk waarmee de huidige Europese kampioenen, Manger, Musiklach, die ook in ons hotel zitten trouwens, die hebben dat vorig jaar als hun keuze gespeeld. En die zijn daarmee gewonnen. En ik was daar zeer van onder de indruk. En dat nemen wij nu als keuzewerk. Componist is Thorstein Agard Nielsen. En de titel is Old Licks Bluesed Up. Oude loopjes. En oud slaat op de oude muziekvorm. Ritornello en een sarabande. En de Bluesed Up, het is echt een heel jazzy, groovy, funky stuk. Zou ik kunnen zeggen dat door die muziek op die manier te brengen, je ook de mensen de zaal raakt tot in hun hart? Dat is de bedoeling, hè. Ik ben nooit een puntenjager geweest, maar ik doe het echt om de emotie van het podium rechtstreeks tot in de zaal. Of het een jury is of het publiek. Maar in het algemeen ben ik verantwoordelijk, voel ik die verantwoordelijkheid om een partituur, hetgeen wat de componist opgeschreven heeft, de emotie daarvan, wat zit erachter, welke zaken voeg ik daaraan toe, om die in de zaal te brengen en de mensen dat te laten voelen, mee te maken. En dat is voor mij het doel daarachter. Oké. Dan wens ik je straks heel veel succes bij het keuzewerk om dat ook neer te zetten en de zaal en de jury te laten genieten. Dankjewel. Succes. We gaan ons best doen.